zijn al tientallen jaren een grote hit. De patat, haring en oliebollen test van het Algemeen Dagblad. De testen zijn zo gezaghebbend dat ze ondernemers tienduizenden euro's kunnen opleveren of kosten. Maar nu zijn de testen in opspraak. De resultaten van de haringtest van het AD van de afgelopen 2 jaar zijn onbetrouwbaar. De score betekent reputatieschade, minder klanten. De vishandel pikt het niet meer. De bekendste keurmeester, Aad Taal, is werkzaam bij visleverancier Atlantic uit Scheveningen. Ja, als je haring haalt bij Atlantic, die vishandels komen er echt veel beter uit. Die halen gemiddeld 9. Iets meer dan 9 zelfs. En ja, alle andere vishandels gezamenlijk halen gemiddeld een krappe 5,5. Als je het leest, dan is het alsof je met een staaf ijzer geslagen wordt. Ja, Hans, ik neem aan dat Aad Taal niet meer bij jullie als haringtester werkt. Toevalletje. Hij had er zelf al niet zo'n zin meer in. Nou, we hebben, wat we naar aanleiding hiervan hebben gedaan, is gezegd, we moeten even gewoon helemaal onderzoeken hoe zit deze test nou eigenlijk in elkaar. En hebben we de schijn tegen of maken we echt grote fouten? En toen we dat gingen doen, kwam eerst de oliebollentest eraan. Dus we hebben gezegd, weet je, die haringtest, dat schuiven we even op. Ik heb met Aad Taal gesproken, ik heb met verschillende mensen uit de haringsector gesproken over hoe zou het kunnen verbeteren. Oké, daar kijken we in januari naar. Maar eerst even de oliebollentest, juist. Ja. We hadden laatst een oliebollenbakker hier aan tafel, een mevrouw. En die vindt de test zo oneerlijk, zij niet alleen. Dat zij die zak oliebollen die van haar kraam kwamen terug heeft gegrist uit de handen van de AD-verslaggever die ze kwam halen om te testen. Ja, dat heb ik gezien en dat was heel erg. Het is natuurlijk vreselijk als er. Het was zo. Je vertelt hoe het was. En ik zag dat op televisie. Ik moet erbij zeggen, ik was uitgenodigd. Maar het was 4 december, ik wilde gedichten schrijven. Daar had ik daarna wel spijt van. Je had liever hier aan tafel gezeten om daarover te praten. Ja, want dan had ik kunnen zeggen natuurlijk. Kijk, wij zijn niet. Het is niet ons doel om kleine ondernemers of middenstanders kapot te maken. Dat gevoel had die mevrouw en dat gevoel hebben jullie misschien. Ja, maar er komt ook de leuzen die er gezegd, geschreven worden. De teksten die erbij staan. Met alle respect, maar dat kan je gewoon echt niet neerzetten. Bianca van Rijn en Jordi Bakker, jullie zijn broer en zus. Ja. En jullie hebben de gebakkraam, Hollandse gebakkraam uit Haarlem. Die is als allerlaatste in de AD oliebollentest geëindigd op plek 160. Vorig jaar. Vorig jaar kregen jullie een 1. Ja. Haarlem-Schalkwijk. Sorry? Haarlem-Schalkwijk. Oké, sorry. Mijn foutje. Hoe was dat om een 1 te krijgen? Want dat is toch wel een klap, zou ik zeggen. Ja, ik maakte die brief open, 's morgens. Ik doe altijd 's morgens beslag maken, als de dag begint. En ik kreeg iemand kom binnenlopen in één keer. Die geeft me een envelop in mijn hand. En die zegt sterkte. En hij doet het zo en hij loopt eruit. Nou, ik denk oké, maar ik maak mijn beslagje af. En ik maak hem open. En de AD, dat we de laatste zijn geworden in de test. De allerlaatste plaats. Was je boos of verdrietig? Nou, op dat moment dacht ik, dit klopt niet. Of dat dit is een grapje of wat dan ook. En later zit ik dat te lezen en dacht, nou, het AD staat er echt op. En het klopt ook echt wat er staat. Ja, en wat gaat er door je heen? Ja. Hoe kan het? Hoe kan het nou? Ik denk, hoe kan het nou? Nou, in ieder geval, je legt dat weg en je gaat gewoon open. En het is wel grappig, want toevallig, dat is echt geen geintje. De eerste klant die komt, terwijl ik mijn bollen op de toonbank gooi, die zegt van, meneer, doe mij maar oliebollen, want ze waren vorige keer zo lekker. En ik denk bij mij van, ze waren zo lekker. Maar ik heb net die brief geopend. Heb je het verteld aan de klant? Ik heb die brief aan die vrouw gegeven. Ik zeg, weet je wel, wij zijn de slechtste oliebollenbakkers van Nederland. Ja, hij zegt, hoe ken je dat nou? Ik zeg, hier, nou, lees maar. Dus die vrouw, ik sta helemaal verbaasd. Ze komt helemaal terug voor die lekkere oliebollen. Ja. En dat is niet de enige keer, want dat hoor ik elke dag, dat de oliebollen lekker zijn. Nee, we hebben zelfs beeld van. Elke dag. Ik geloof het. We hebben beelden van jullie klanten. Nee, kom maar. Kijk maar. Maar in ieder geval, wat moet je tegen je klanten zeggen? Ik ben de slechtste, want ik weet dat ik de slechtste ben. Je maakt je zorgen, want we krijgen een hele drukke tijd naar kerst. Dat is bij ons gigantisch druk. En dan maak je je toch zorgen. Dat ja, mensen, als het uitkomt, komen ze dan nog wel, weet je wel. Want het is gewoon echt een goede tijd. En de mensen zeggen elke dag dat het goed is. En ja, en je weet dat je de laatste bent. En dan denk je bij eigen van, ja. We gaan even kijken naar de mensen die zeggen dat het goed is. Als de krant nu zegt dat ze niet lekker zijn, dan weten ze niet wat lekker is. Ik vind ze lekker, ik koop ze elk jaar. Dus. De lekkerste van Haarlem. De lekkerste van Haarlem? Ja hoor. Dat is wel 100% zeker weten. Ze zijn echt lekker krokant, super luchtig. Altijd lekker warm en er is gewoon niks op aan te werken. U koopt hier ook altijd? Iedere week. Ja? Ik ga naar Schalkwijk, naar de Zonnebank en dan kom ik altijd oliebollen halen voor de hele familie. Iedere week.
Bianca, jij zei het net al aan het begin, eigenlijk toen Hans nog aan het praten was. Je zei, het gaat mij om die teksten. Het gaat mij niet zozeer om die cijfers, maar het gaat me om de teksten. Precies. De leuzen die erbij staan. Wat is dat, wat is daarmee? Wat vind je? Nou, weet je, het is eigenlijk een combinatie van. Ik vind op het moment dat je een 1 scoort, oké, prima. Maar is het dan nodig om dan mensen zo uit te gaan julen? Dat het vette bollen zijn en het is niet verkoopbaar. En ja, weet je, ik heb een paar voorbeelden, zodat iedereen begrijpt waar we het over hebben. Kleffe flauwe hap met overheersende gistsmaak, amper vulling. Het beeld van kabouter buttplug voor de kraan brengt je op een idee waar je deze oliebol kunt opbergen. Serieus, maar waar gaat dit over? Dat kan je toch niet... Zou een schoenzool zo smaken? En knijp in de korst geeft het effect van een vulkaanuitbarsting. Ja, zijn met dezelfde bollen. Ja. Met dezelfde bollen zijn zij een keer tweede geworden. Ja, maar verklaar me. Onze vader is 40 jaar geleden hier terechtgekomen. Daarvoor stond onze opa daar al. Ja, bakken over dezelfde oliebollen eigenlijk. Al 10 jaar worden dezelfde oliebollen gebakken met hetzelfde recept. En hoe kun je eerst op nummer 2 eindigen? Ik begrijp het. En dan onderaan. Ik heb nog 2 teksten hier. De oliebol voor vogelliefhebbers. Touwtje erom en ophangen. Ja, als vetbolletje voor onze gevederde vrienden. En prima geschikt om een fietsketting mee te smeren. De korst is knaag op een stuk scheepstaal. Waar is het tijltje? Oké, okay. Nou, Hans. Het gewoon niet normaal. Nee. Zit echt voor iemand van... Leuk dat je gekomen bent. Het is heerlijk zo'n bloemlezing. Dit is een bloemlezing uit het soort tekst die erbij worden geschreven. Ja, dus we kunnen erom lachen, maar het is niet... Nee, ik vind helemaal niet om te lachen. 1. Na die uitzending van vorige keer, toen ging het ook over die teksten. We passen die teksten aan. Dus dit soort teksten komen volgende week niet meer... Ja, maar wie verzint dit nu dan? Die teksten komen volgende keer niet meer in de krant. Die zijn verzonnen door iemand die recensies maakt. Maar wij moeten wel kritisch zijn, maar we hoeven niet te kwetsen. Nee, dus, point taken. Voor wie doen wij de testen? Ja. Wij voelen enorm mee met middenstanders die proberen met oliebollen hun boterham te verdienen. Maar we doen het niet voor de middenstanders. We doen het zeker ook niet voor het geld, als je dat nog zou vragen, want we verdienen er niks aan het kost. Maar we doen het voor de consument, voor onze lezer. En mensen willen graag een oliebol kopen en die willen graag weten waar in mijn buurt koop ik de beste oliebol en waar koop ik ook minder. Ja. Dat is waar we de tekst voor doen. Ja, dat is prijzenswaardig natuurlijk, dat je de consument op weg wil helpen om een goede keuze te maken. Maar we hebben gebeld met het Centrum voor Smaakonderzoek. Zij leveren de testers voor de oliebollenpanel. De teksten die jullie afdrukken worden niet geschreven door het oliebollenpanel. Nee, die testen die worden geschreven door de journalisten die de oliebollen ophalen, die langs de kraam gaan, die praten met die mensen. Maar die proeven de oliebollen niet. Dat is niet het testpanel die het proeft. Maar heb ik niet net gezegd dat we stoppen met die teksten? Ja, maar ik wil even afmaken, want het is 24 jaar gaande natuurlijk, deze oliebollentest. Ja. Met de teksten die zoveel emoties losmaken. Maar nu blijkt dat de mensen die de oliebollen testen, dus ze opeten en daar een kwalificatie aan geven, zijn niet de mensen die de teksten schrijven. Nee, die jongens die de teksten schrijven, proeven die oliebollen zelf ook. Maar zullen we even, je hebt het nu over het Centrum voor Smaakonderzoek. Over smaak valt niet te twisten. Die oliebollen worden getest. Dat heet het Centrum voor Smaakonderzoek. Die testen ook voor Albert Heijn. Dat zijn dus mensen die weten hoe je moet proeven. Ja. Oliebollen worden opgehaald in Nederland. Die gaan naar het centrum in Wageningen. Daar zitten 2 panels van 20 mensen die elk al die oliebollen proeven. Elk in verschillende volgorde. Dus de een eet de een als eerste, de andere eet die als laatste. Ze weten niet waar die oliebollen vandaan komen, want die hebben een code. Weet je zelf wel waar ze vandaan komen? Ik weet überhaupt niks, want ik ben slechts hoofdredacteur, maar dus ik leid de boel. Hoe weet ik nou dat jij mijn oliebol, die slecht is, ook echt dat bij mij een oliebol is? Ja, maar het gaat er ook niet zozeer om wat ik vind. Ik proef die oliebollen niet. Ja, maar hoe ik weet heb ik nou? Want niemand komt ook Iemand haalt... nemen, iemand komt gewoon... Wacht. Je weet helemaal niks, je hoort niks. Ik zeg je één ding, je hebt een beetje de verkeerde te pakken, want... Wij hebben het hartstikke druk. Ze staan bij ons met de rij in. De Kuip zit elke 2 weken vol of Feyenoord nou kampioen is of niet zo goed speelt. Als je fan bent van iets, dan hou je ervan. Dan ga je ervoor. Dat is wat mensen bij jullie kraam doen. Dus je zegt eigenlijk dat de mensen bij mijn oliebollen zijn fan van mijn oliebollen. Ja, die zijn fan van jou. Alleen van mijn oliebollen zijn ze fan. Dat is toch ook hartstikke mooi dat ze... Kijk, dat... Dit is nou wat er gebeurt met zulke leuzen en zulke cijfers. Dat is niet alleen bij ons, maar dat is bij heel Nederland. Dan ga je dit soort reacties... Je moet realiseren. Als je ergens in die krant terechtkomt... Maar Hans, Jordi, Hans heeft laatste ding gezegd. Nog zeggen. Laatste ding hou ik op. Als je ergens in die krant terechtkomt, welke plek dan ook, maakt het niet eens uit. Er is geen hond die ernaar krijgt. Maar als je laatste wordt, weet je hoeveel media-aandacht je krijgt? Weet je hoe je belachelijk wordt gemaakt door je vrienden, je kennissen, door collega's? Die jou eigenlijk hoog in hun vaandel hebben staan.
Het werkt ook twee kanten op, Jordi. Want als idee, mensen. Wat je Jordi, aanhaalt, ik wil even. Ja. Het werkt twee kanten op. Voor mijn klanten die bij mensen, mij die Jordi, lekker vinden. Jordi, ja. Even. Het is voor jullie heel heftig. Ik denk dat iedereen dat invoelt en begrijpt. Ja. Als je heel hoog staat, is het ook heel erg fijn. Ik kijk even naar jou. Jij hebt heel hoog gescoord. Dat is voor jou heel belangrijk geweest. Ja, ja, tuurlijk. Maar wij hebben wel ook gezien wat Jordi gezien heeft. We zijn ook met de 4 begonnen in 2010. En wij hebben op Van Bakkers Lotok hebben op 1 januari 2011 wel een besluit genomen met de familie. Dit moet anders. We hebben alles aangepakt. We hebben onze geschiedenis bekeken. We hebben onze receptuur bekeken. Nee, ik wil hier zo meteen we zijn aan de slag gegaan met onze krenten, onze rozijnen, met onze appels. Nou, daar hebben onze bakkers echt waanzinnig veel inspanning voor verricht. En wij hebben het gewoon aangegrepen om wel een goede bol te bakken. Ja. Kijk, en daar wil ik nu even wat op zeggen. En vorig jaar een derde plek met een 9,5. En dit jaar staan we weer in de top 5. Dus het is ook een stukje aandacht waar je aan je product geeft. Ja. Nou, dit is een andere beleving, dat mag ook bestaan. Ik wil dit nu even hierop inspringen. Kijk, hij heeft zijn eigen helemaal aangepast naar wat deze mensen misschien helemaal lekker vinden. Maar wij staan achter onze oliebollen. Ja. Wat wij bakken, wat ik geleerd heb van mijn vader. En dat is wat goed is. Wat ik denk, mijn klanten. Ik denk dat niemand jou dat wil ontnemen. Nee. Helemaal niet. Maar we hebben ook een recensie schrijven. Dat is hetzelfde dat als we doen bij films. Mag. Maar wie? Ik wil een vraag stellen over de methode. Jordi. In kettingvetten. Jordi, ik snap dat dit heel veel emoties losmaakt. Maar dit is een talkshow met een beperkte tijd. Dus ik moet even het gesprek in goede banen leiden. Ik zit bijna te denken, als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet zo dat je laat. Ja, maar dat is niet netjes wat je zegt. Nee, maar jongens, kom op, hij onderbreekt de hele tijd. Op wat jij zegt over dat doen wij als service aan onze klanten. Dat vind ik zo schijnheilig. Hoezo? Jij doet dat om meer krantjes te verkopen. Nee, jongen. En om meer centjes te verdienen. Dat heeft niets met service te maken. Dat vind ik een schijnheilig verhaal. Waarom is dat? Wat is er schijnheilig om te proberen je lezers een dienst te bewijzen? Hans, de methode. Ik zal nu even mijn zin afmaken. Ik heb ook nog gevraagd aan het Centrum voor Smaakonderzoek, de mensen die het onderzoek doen. Wat voor cijfers geven jullie? En zij zeggen, wij geven op zijn laagst een 3 of een 4 en maximaal een 8 of een 8,5. Zij hebben nog nooit een 1 gegeven. Nee. Dus waar komt dan die 1 vandaan? Wie geeft die 1? Ook dit is vanaf de komende test is het niet lager dan 3. Want ook daar, we willen dus ik snap het gevoel, hè, en we willen dus niet mensen vernederen, maar we willen consumenten goed informeren. Ik wil even laten uitpraten. Oh, sorry. Dus er zijn geen 2 en 1 meer straks. Oké. Okay. Dus we zijn wel. Oké, we leren ook. Ik zeg dus niet dat het 25 jaar of 24 jaar foutloos was. Ik zeg wel dat. Nou, het is 24 jaar zo geweest dat iemand anders testte het en iemand anders schreef de recensie en iemand anders gaf een cijfer dan de cijfer die in de krant terecht kwam. Dat lijkt mij, zo van afstand bezien, eigenlijk een beetje als bedrog. Nou, dit is wel weer heel groot. Nou ja, je pretendeert dat je een panel hebt die je test. Ja. Die dan ook een recensie schrijft en een cijfer geeft. Maar dat blijkt twee verschillende dingen te zijn. Ja, ik heb een vraag. Ik wil het even afmaken. Je hebt een panel die je test. En dan heb je mensen die dan schrijven en een cijfer geven. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen toch, Hans, of niet? Ja. Ik moet je bekennen dat dit nieuw voor mij is, hoor. Dus ik moet ook even. Ja, ik zit hier dus een beetje lullig. Van hoe zit dit precies? Ja, ik zit te denken. Wij hebben hier in Amsterdam het Parool. Hè, die doen ook heel vaak testen. En bijvoorbeeld, waar is de lekkerste kroket? En dan heb je bijvoorbeeld een kroket, die is de beste. Die krijgt een 9. En je hebt er ook wel eens één. Nou, die is dan wat minder. Die krijgt een 6,5. Want die is een beetje. Maar inderdaad, een 1, dat is gewoon onvoorstelbaar. Want wat stoppen jullie daar dan in? Huisvuil? Nou, luister. Ja, nee, een 1 is inderdaad baanbrekend. Weet je wat ik dan niet begrijp? Op het moment dat jullie iemand een 1 geven tot daaraan toe. Maar mijn vader heeft 4 jaar lang een brief naar jullie geschreven. Klopt. Wordt gewoon serieus niet op terug geantwoord. Wat stond in die brief dan, Bianca? Nou, mijn vader zit al 40 jaar in dit vak. En die doet het met heel zijn ziel en zaligheid. Helaas heeft hij nu het stokje overgegeven omdat hij te ziek is. Na zijn zoon en na zijn dochter. En op het moment dat je voor een hele drukke periode staat en we praten echt gewoon over mega oliebollen die gebakken worden. Dat doet heel veel met je. Wat was de vraag van jouw vader in die brief? Weet je dat, wat hij wilde weten? Ja, die was daar heel stellig in. Die zegt, verklaar me nou maar eens, hoe kan het zijn dat ik het ene jaar op nummer 2 eindig? Mijn vader is jaar erop, maar die had hier aan tafel gezeten, die had het daar ook gewoon met een 1. Ja. Met hetzelfde, gewoon precies hetzelfde. Als Hans nu zegt, dit is nieuw voor mij, maar in ieder geval een 1 wordt niet meer gegeven. En wij gaan die teksten gaan we niet meer zo afdrukken. Ja, dat is dat, dat vooruitgang? Zijn jullie daar mee? Nee, ik geloof er absoluut niet meer in. Nee. Nou, volgende week ga je het zien.
Ja, ik vind het prima, maar ik vind wat er gebeurt niet alleen voor ons, maar ik zie meerdere mensen, als ik zoals van de week onze collega zie, die bijna tot huilend toe voor de tv staat met een zakje oliebol. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja, het gaat een stapje te ver. Ja, het gaat echt te ver. Hans, loopt het nu eigenlijk goed? Of heeft dan zal ik u wat vertellen, want dat geloof u echt niet. Vorig jaar, we werden gelijk geïnterviewd. Natuurlijk, het is niet leuk om onderaan te staan, maar wij hebben het drukker gehad dan ooit. Ja, dus dat valt. Want dat onze klanten in Haarlem, ten eerste lezen die praktisch het AD niet. Waarom dan de opwinding? Ik wil het slotwoord even aan Hans geven. Hans, jij zegt, want we weten volgende week, de 29e, komt de oliebollentest uit. Dat gaat er wezenlijk anders uitzien dan dat het tot nu toe is geweest. Er wordt niemand meer afgezeken. We zijn op zoek naar de beste oliebol, niet naar de slechte. Nou, oké, jongens, hiermee is het klaar. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Dankjewel.